Welkom bij NL Magazine's Going to the Movies met Patrick van der Wijk en Maurice van Rout. En we zijn geweest naar Guardians of the Galaxy 2. Althans, ik ben apart gegaan en mijn vriend hier is apart gegaan. Maar ja, we willen hem toch even samen bespreken. Ja. Want, ondanks dat jij hem al even besproken hebt voor het publiek, vonden wij het zo'n goede film die we hebben achteraf spijt dat we met z'n tweeën niet gezien hebben. Ja. Want het was echt een film voor ons. Dit is wel, dat is wel de genre waar wij heel erg van houden. Marvel, noem ze allemaal op. Ja, en ik heb ook een non-spoiler review gelegd. Oké, dus let op. Spoilers. Ja, dit was echt. Want nu spoilen we het hele zootje, klopt. Ja. Dat vond ik wel veel belangrijker om te zeggen. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond hem. Het is voor het eerst dat we een film apart hebben gezien. Ja. Dus, misschien wel. Laatste tijd zeker. Ja, zeker. Maar ik vond het echt een soort septisch effect zat erin. Ja. Door die muziek dat in 80 jaren. Ja, dat vind ik sowieso geweldig. Ja, dat zat er gewoon in de hele tijd. Ik vond wel dat je dus de vorige film zeker moet gezien hebben, anders snap je echt klopt, anders denk ik er niks van. Nee. En ja, dat je kan je ook niet identificeren met de makers. Nee. Met de makers, met de personages en dat. En wat ik veel vind is dat deze film weer heel veel verhaallijnen hebben opgezet. Als je kijkt, ik denk dat het even niet uit we heel veel andere personages weer een eigen film kunnen krijgen. Ik vond het wel leuk dat ik uit de trailers had ik het ene verwacht en het komt toch in de film kwam het toch weer anders uit. Dus dat vond ik wel heel mooi. Vond ik dat. Ja. Ik had ook niet verwacht dat zijn vader de bad guy zou zijn. Nee. Dat, ik dacht eerst dat zijn vader een beetje een bijrol zou hebben. Ja. Uit de trailers. En dat was mijn verwachtingspatroon. Maar niet dat de film over hem zou gaan. Dat was best wel een abstract idee natuurlijk. Dat hij gewoon een planeet is in feite. Ja, dat klopt. Dat hij eigenlijk de god of the universe is. Zo'n beetje bijna wel. Een van de, hij zegt, er zijn er meerdere van mij. Ja, zijn Celestials. Maar welk... Celestials heten die personage. Maar welk Celestial heb je nog meer gezien? Dan? Ja, er komen nog een paar terug. Want ik hoorde bij de volgende film. Dat is met Thor, deel 3 uit mijn hoofd. Komt ook een Celestial voor. Zou dat die vrouw zijn tegen wie de vecht is in de trailer? Want die in de trailer van Thor, dat doet ze zo, pak ze het hamertje vast, bam, weghamertje. Dan ben je vast een Celestial. Maar dat is niet helemaal zeker wie het is. Daar wordt over gediscussieerd. Welke spurs. Maar dat is Thor, daar gaan we het ook over hebben. Let maar op. Niet nu, maar als hij een machine hebben. Het kan dus zijn dat steeds meer van die verhalen bij elkaar komen. Ja, klopt. Maar dat moet natuurlijk ook wel straks. Nee, toch? Precies. Ja. Dat wordt een hele oorlog. Kijk, en dit speelt in de ruimte af. Klopt. Nou, Thor zag ik er voor ook al een beetje. Dus je ziet dat die net bij elkaar komen. Nou ja, en ik vond het leuk van die Pyrus, vond ik leuk. Ja. Dat vond ik het leukste stuk. Ja, dat hij meer een vader, dat hij ook zag dat het meer een vader voor hem was dan de vader die echt heb. Ja. Vond ik heel goed. Ik vond het leuk dat hij een zoen kreeg. Aan het einde geen zoen, maar een Zune. Hè? De grootste hit op de aarde met 300 nieuwe nummers. Ja. Dat was zo fantastisch. Dat is een voorloop van de iPod voor de mensen. Ja, die vond ik fantastisch. Ja, Sylvester Stallone die kwam. Sylvester Stallone, dat je zit te kijken en denkt, wie zie ik nou op dat scherm? Hè? Die komt er wel. Dat had ik dus echt niet verwacht. Nou, die gaat waarschijnlijk ook een soort spin-off serie. Denk je echt? Ik denk dat het een grapje is. Ik denk dat het een geintje is. Want ik denk, je zag die andere drie personages en toen dacht ik van, dat zijn niet... daar kun je geen film op bouwen, denk ik, bij mezelf. Het zijn Raptors of zo, dus het zijn allemaal van die piraatachtige jongens, dus die kunnen wat... Je kan een spin-off worden, tuurlijk. Ja. Maar het kan ook een geintje wezen, hoor. Ja. Want daar zijn ze ook wel van in. Ja. Een geintje. Dus even voor de rest, ik zit even kijken wat er echt opviel. Nou. En wat ik lachen vond, was dat Groot aan het einde groot was. Dat was ook vond ik ook zo leuk. Want dat hij tiener was. Ja, fantastisch. Dat is wel slim, want ze kunnen hem dan wat meer gebruiken. Al moet ik zeggen, marketingtechnisch, dat kleine poppetje. Je kan gewoon dat poppetje kopen op eBay. Ja, tuurlijk. Ja, dat is hetzelfde als met de Star Wars. Ja. Weet je, dus ja. Echt tof. En wat die relatie tussen de twee zussen. Ja. Dat wordt nog verder uitgebouwd. Want uiteindelijk zijn ze allebei dochter van hoe heet die gozer? De grote main bad guy. Ja, ik ben ook zijn naam even kwijt. Dus, we weten wel wie. Ik tik hem zo al tik hem zo erbij. Dus Thanos. Thanos, ja. Thanos. Ja, maar daar gaat die strijd gaat een keer tegen hem losbreken. Hij is uiteindelijk de ultimate enemy in de Marvel Universe. Dus op een gegeven moment moeten ze allemaal samenkomen en tegen hem dat gevecht gaan voeren. Ja, het gaat om de verwachting. Het gaat om de Infinity Stones. Die willen ze, die zij het verzamelen. Ja. En die komen natuurlijk in al die verschillende reeksen komt er steeds terug. Klopt. En hier niet? Dit heb ik nog niet gezien. Nee, ik werd wel gemeld even dat hij natuurlijk herkend werd doordat hij zo... Dat hij die stone had, Dat hij vast opgehouden. Daardoor werd hij herkend dat hij ook van die powers had. Ja. Maar dat is eigenlijk het enige. Het is verder niet teruggekomen. Nee. Maar dat komt wel. Maar ik vond het leuke dingen hoor. Ook op een gegeven moment dat hij zei van al die schedels lagen op die grote berg in die grotten. Dat waren al zijn vorige zonen. Ja, die allemaal mislukt waren. Dus, dat vond ik wel leuk. Dus voor de rest.
humor was heel hard. Ja. Ik vond die... wat ben je lelijk. Gewoon, ja. Gewoon ja. 10.000 keer dat gezegd werd. Dat vind ik echt fantastisch. Dat zo'n dingetjes zijn wel leuk om mee te maken. Ja. Nee, maar, dus hij draait nog steeds. Ja, ik kan en voor mij is het ook... Ik weet niet uit mijn hoofd, maar ik heb ook niet gelezen. Maar echt, voor mij is het een goed succes. Ja, commercieel succes. Ja, ook omdat er natuurlijk op dat moment de laatste weken niet heel veel grote toppers waren geweest. Nee, dus hij kwam goed uit. Ja. Ze hadden hem goed gepland. Ja, dus goed getimed. Ja. Dus zeker gaan. Ja. Zeker gaan, heb je hem nog niet gezien. Dan zeg ik tegen jou, waarvoor heb je hem niet gezien? Ja. Dat is een dijk van de film. Mits je hartstikke ook, leuk. Mits je van dit soort type films houdt, hè? Ja, maar ja, ik hoorde net toen we in de bioscoop zaten, heb Ernst Daniel Smit elke zaterdagavond een opera draaien in de bioscoop. Dus als dat meer voor jou is, dan moet je vooral lekker daar naartoe gaan. Maar zo niet, Guardians of the Galaxy 2. Doen. Doen. Tot de volgende keer.